Een goede vriend van mij is al mijn woordgrapjes over elektriciteit helemaal zat. Dus hij stopt contact! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Leaf Green Randomizer. Vandaag is een spannend momentje. Ik heb namelijk de laatste twee eitjes. In één van die eitjes zit sowieso Patrick Ster. De enige echte, je weet wel, dat is die ene Pokémon. Of het is Staryu, of het is Starmie. Eén van die twee randebielen. In het andere ei zit het kindje van Blissey. Ik heb een plaatje om het uit te leggen, want het is een lang ingewikkeld kutverhaal. Deze Pokémon willen we, Chansey. Hier heb je Blissey, die heb ik gevangen. En met mijn skills. Nou is het de vraag, als het ei uitkomt, krijgen we deze bitch of deze bitch? Ik weet eigenlijk helemaal niet of deze namelijk al in de derde generatie zit. En ja, allemaal Pokémon gezeik. Het ei gaat ieder moment uitkomen en dan komt het moment van de waarheid. Ik heb een beetje lopen tot een beeld staat, dat staat en dan komt je ei uit. Ik heb alleen nog niet gekeken wat erin zit. Dus voor mij is het ook een verrassing. Ik denk dat het Chansey is, maar het zou zomaar dat andere kutkind kunnen zijn. En dan ben ik een flinke portie verdrietig en dan is mijn dag kapot. Daarna gaan we wat leuks doen. We gaan namelijk deze aflevering 6 en 7 eiland verkennen. Ik heb geen idee van deze Staryu of Starmie of dat kutbeest zit. Kom op! Kom op! Yes! Woo! Ik ben blij. Wel leuk dat deze Pokémon zwanger is. Ik heb al een Pokémon baarmoeder genoemd. Ik heb al een Pokémon zwangerschap genoemd. Wat moet ik nu doen dan? Ik kan je gewoon moederkoek noemen. Ik kan je ook gewoon koekje noemen, maar dat is gewoon een stomme naam. Ja, ik heb al zoveel woorden die raar zijn. Of bestaan uit het vrouwelijk... of te maken hebben met vrouwen die kinderen op de wereld zetten. En dan heb je een Pokémon die daar gewoon om draait. En dan heb je niks meer. Wat moet je dan? Zo, hoe moet je nou noemen dan? Hoe moet ik jou nou noemen dan? Ik weet het echt niet. Ik ga wel gewoon naar... Ik ga wel gewoon nu live naar pornhub.com. En de eerste porno, daarvoor noem ik je naar. Ik heb hier... Back Alley BJ. Ja, dat is wel mooi eigenlijk. Mag jij gewoon commentaar geven terwijl je kijkt op een porno site? Ja, dat mag ik. Nou ja, voor de rest is het ook helemaal niks leuks. Ik zou dit echt niet kijken in mijn vrije tijd, zeg maar. Ja, er zit niks bij voor mij. Dit is echt niet mijn ding eigenlijk. Ik heb ook al een Pokémon Pornhub genoemd. Ah, de drama in mijn hoofd is verschrikkelijk. Dan noem ik je wel gewoon... Ik heb nog geen Pokémon die Orgie heet. Noem ik je Mega Orgie. Of Cute Orgie, Dikke Mensen Orgie, Obesitas Orgie. Ik heb al een Pokémon die Obesitas heet. Ik noem je wel gewoon... Origineel. Dat is een goeie. Ik schrijf origineel, maar dan verkeerd, waardoor er origineel staat. Ik heb het een tijdje zo geschreven. En zo schrijf je het niet, volgens mij. Je schrijft origineel niet zo. Dan weet je dat ook weer. Als het goed is, moeten we nu nog een paar meter lopen. Dan komt het andere poep-ei uit. En weer een Pokémon in je Pokédex hier gepompt. Bats boom. Ik weet geen idee welke aflevering dit is. Ik ga het nu voor je checken live op camera. Dit is aflevering 66. Ik wil eigenlijk of aflevering 66 als finale doen. Of aflevering 69. Het was eigenlijk één van de twee. Weet je, dat is toch logisch? 66 is een leuk einde, want het getal van de duivel. Een soort van, het is niet 666, maar het komt in de buurt. En 69 is leuk, want het is 69. Dus ja, deze aflevering komt in ieder geval dit andere kut-ei uit. Dat is in ieder geval plan. Anders dan sta ik best wel verschut omdat ik heen en weer aan het lopen ben. En wat leuk is, we hebben ook nog steeds een Jigglypuff nodig. Want ik heb nog steeds kutkind bij me, weet je wel. Die ene kut-Pokémon, ja. Wat je dus kan doen, hè. Heel handig in de Pokédex. Kun je ook gewoon zien waar bepaalde Pokémon komen. Dat is mega randomized, als het goed is. Als je naar Jigglypuff gaat, dan zie je... Dat hij helemaal zo onderaan zie je twee plekken waar die zit in de game. Dat zijn 5 en 6 eilanden. Je telt vanaf linksboven is 1 eiland, de onder 2 eiland, 3 eiland, linksonder 4 eiland, 5 eiland, 6 eiland, 7 eiland. 5 en 6 eiland bevatten deze bitch. 5 eiland heb ik gecheckt, hij was daar niet. Maar andere Pokémon die ik wel vond op 5 eiland heb ik ook opgezocht in de Pokédex of ze daar zaten. En toen zei de Pokédex ook, die zitten op 5 eiland. Dus het klopt redelijk. We moeten helemaal naar het puntje van dit eiland en dan komen we hem tegen. Ik heb net wel wat trainers bevochten hier en daar. En misschien heb ik al gecheckt of hij er zit. Oké, ik ben eerlijk met jullie. Ik weet al dat hij er zit. Oké. We gaan hem zo vinden. En op die manier kunnen ze ook proberen andere Pokémon te vinden die we nog moeten. Maar eerst deze bitch. Dam-da-dam. Dam-da-da-dam. Dam-da-da-dam-dam. Dam-da-da-dam-dam. Wat een ster, wat een ster. Wie is er nog meer een ster? Dan vernoem ik je naar een ster. Iemand die leuk is. Ik ga gewoon op Twitter.
Je kan je ook Mercurius noemen bijvoorbeeld, of naar een andere ster. Of ik noem je iets anders. Ik noem je Dus David. Want Dus David is een YouTube-ster. En dat is grappig. Ik weet niet. Je zou kunnen zeggen dat de creativiteit op is. Dat zou je kunnen zeggen. Kenners zouden zeggen, nee, Rick's creativiteit kan niet op. Rick's creativiteit is een continue stroom van bullshit. En dat is ook zo. Nou, ik heb een Pokémon naar Dus David vernoemd. Nu ben ik commercieel, want dat vinden mensen dan opeens. En dan haat ik mijn leven. Weet ik veel. Gaan mensen weer zeggen, nou, dat mag je niet doen. En weet ik veel, jongens, hè. Dan moet je weer begrijpen. Ik kauw het even voor, hè. Sommige mensen kunnen niet zo goed voor zichzelf nadenken, dus daar help ik dan mee. Ik noem David niet commercieel momenteel, dat doe ik niet. Ik vind commercieel sowieso een rare term en het gaat nergens over. En dan kan er nu een hele video over praten. Kunnen ook gewoon zeggen, oké, Rick, fijn dat je het even benadrukt. We gaan verder met ons leven. Dat zou ik persoonlijk het tops vinden, want dan kan ik gewoon verder met mijn leven, zeg maar. Oké. We hebben in ieder geval Kutkind bij ons. Daar heb ik meerdere duizenden Pokédollars in geïnvesteerd. In zijn trainen en doen. Dat is niet nodig, want ik heb dus een Jigglypuff gevonden op dit eiland. En hoeveel Pokémon moet ik momenteel nog? Even gewoon even voor een kleine overview. Nog vier Pokémon. Waarvan één Mewtwo. Waarvan één Jigglypuff. En daarna zijn er nog twee Pokémon over. Alakazam en Haunter. Dat zijn de enige Pokémon die we nog moeten. Ja, dat is chill. Dat je zo dichtbij bent. Deze man wil vechten dan. Wat je suggereert dat je ziek bent van het zien van zwemmers zoals ik. Ga niet haten. Mooi verwoord. Ik moet zeggen, ga niet haten is mooi verwoord. Welke Pokémon heb je in Caesar? Nou, hier is Satan 666 met een Drillpacky. Waarschijnlijk doet Drillpack echt geen damage. Satan 666 is een leuke Pokémon. Alleen wat we even moeten beseffen is dat hij echt geen moves heeft die iets kunnen. En ik vind het persoonlijk wel erg onhandig dat hij gewoon geen goede aanvallen heeft. En dan ook nog eens helemaal vooraan mijn team zit. Dat je denkt van ja, waarom eigenlijk? Nou, nee. Duidelijk commentaar van deze man. Oh, ik ben verslagen. Ik ga in de ontkenningsfase. Goed plan, man. En Pornhub heeft nog een bestje bij zich. Die moet je gewoon afpakken. Alles wat Pornhub heeft in zijn leven, gewoon afpakken alsof het niks is. Oké, dan. We gaan lekker omhoog. En hier is dan een stukje bos. En dat is leuk. En hier is een huisje waar ik eigenlijk nog helemaal niet in geweest ben. Zie je nog wat leuks te doen? Is dit een leuke man of zo? Hallo, leuke man. Mijn hoogte is 87 inches vanaf de knop. Ik weet het precies, want mijn buurman heeft me gemeten. Oh, voor mij is die buurman die man die Heracrossen meet. Tenminste, in Fire Red was dat zo. Heb je nog grote Heracross? En iedere keer als je een grotere Heracross vond, dan kreeg je wat van hem. Want die vent helemaal raar is in zijn hoofd. De Ultimate Horn. Ja, precies. Hij gaat meet de lengte van de hoorn van je Heracross, volgens mij. Heracross. Groot en glimmend. It's the Burg Boss. Love it, need it, Heracross. Voor mij is, ik weet bijna zeker dat ze die Heracross dingen in de kut stopt. Dan moest ik gewoon even kwijt. Dat is gewoon mijn mening. En die mag ik hebben. Stem PVP 2014. Dankjewel. Oké, we kunnen hier trouwens omzwemmen. Omzwemmen, mooi woord, ja. Dat is omlopen, maar dan in het water. Wow, Torkoal. Ik vind Torkoal een mooi Pokémon. Zal ik hem vangen? Ik ga hem vangen, dames en heren. Hou me tegen! Dat is donder! Nee, dat is wel leuk, weet je. In de laatste aflevering, waarschijnlijk aflevering 69, dan gaan we alle Pokémon doorlopen en dan zie je wat voor gekke namen ze allemaal hebben. En dan is het wel leuk als we een Torkoal hebben. We moeten sowieso een scheetjesreferentie doen. Want het lijkt alsof hij scheetjes laat. Ik noem hem diarree. Heb ik al een Pokémon diarree genoemd? Dat zou zomaar kunnen. Op een gegeven moment begin je gewoon zo onorigineel te worden in je namen, dat je het niet eens meer weet. Ik kan hem ook Spuitpoep noemen. Er heet sowieso geen Pokémon Spuitpoep. Dat is een gekke naam voor een Pokémon. Voor een kind. Wie noemt zijn kind nou weer Spuitpoep? Nou, dan noem ik hem gewoon Spuit. Spuitpoep. Spuitpoep. Ik ga niet eens moeite doen om de hoofdletter P van poep met een hoofdletter te doen. Gewoon zo. Spuitpoep. Zo. Duidelijk. Leuk. Dankjewel, Torkoal, voor het meedoen van deze aflevering. Pff, geen moeite, Rick. Zo praat hij met explosies en zo. Torkoal is een leuke Pokémon. Wat hebben we nog meer hier? Een Smoochon! Dat is wel een schattige Pokémon. Daar niet van. En nog een Torkoal. Nou, weet ook wat er allemaal in dit water zit. En daar zit in een elixertje. Tuurlijk, joh. Had ik kunnen verwachten. Echt, hoor. Met jarenlange internetkennis had ik zo kunnen verwachten dat daar een elixer in zat. Nou, dan gaan we naar het bos. Vandaar is alles goed. Ik heb geen idee wat nou de bedoeling is dat, zeg maar, Jigglypuff hier zit. Daar durf ik geen uitspraak over te doen deze aflevering. Ik wel uitspraken over om te durven te doen is dat dit een grow file is van level 9. Wat in principe onmogelijk is. En een trico evolueert op level 16 of iets in die richting. Yeah. Kijk naar al die insect Pokémon. Ik ben niet onder de indruk. Ik kijk naar jouw Pokémon. Alleen dat is geen insect Pokémon. Waarom deed ik Shockwave op een Onix? Ben ik een debiel? Waarschijnlijk wel.
dames en heren. De resultaten zijn nog druk bezig met verwerken online, maar... Waarschijnlijk ben ik in de bio. Piemel Nagus, level 66. Alsof hij nog niet sterk genoeg was. En daar is Tauros, beter bekend als Buffalo Bill. Nee, echt waar. Hallo, Buffalo Bill. Zei Buffalo Bill. Stilletjes. En doe ik één aanval en batsboom. Doei, Buffalo Bill. Leuk je gekend te hebben. Ondertussen heeft dus Tovenaar... heeft de experience share. Ik geloof dat hij op level 45 evolueert. Ja, normaal evolueert hij door te traden. Bla, bla, bla. Ik heb dat omzeild en bla, 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 bla. Dit is wel leuk. Het is het level dus genaamd de Pattern Bush. Je hebt gewoon een heleboel bosjes in een gek patroon. Ja, je moet het een keer... Iemand moet het een keer verzonnen hebben van... Nou, wat is nou echt leuk als Pokémon level? Patroon, bosjes. Ja, het is je ding. Het moet je ding zijn. Wel een mooie vrouw. Die noem ik Webcam Sled. Oh, dat is leuk. Die gaan we vangen. En dan noemen we de Webcam Sled. Of Cam Sledje. Of Cum Sledje. Oh! Snap je? Het verschil tussen Cam en Cum is... Het scheelt een letter. Maar Cam staat voor Webcam. En Cum staat voor... Dat kan ik niet zeggen. Oké, ik noem me Webcam Sled. Dat is een leuke naam voor een meisje. Voor een vriendin! Hey, meisje, hoe heet je? Ik heet zo. Oh, mag ik je Webcam Sled noemen? Tuurlijk mag dat! Hey, leuke relaties! Relatieadvies van Rick. Noem je vriendin Webcam Sledje. Hey, Milk Tank, die heb ik al. Gewoon puur vanwege de tepels en zo. Wow, Sidra. Heel Hydra. Dat is een referentie naar voor mij Captain America. Ik ben naar zoveel premières geweest. Het is niet eens meer normaal. Ga aan de kant, Typlosion. Ik wil die kut-Pokémon terug. Ik wil die Gardevoir. En ook die, oh, ik was hier ook voor een Jigglypuff of zo, maar dat is niet belangrijk. Die Jigglypuff kan me letterlijk gestolen worden. Ik wil gewoon iets anders. Ik moet opeens denken aan kans. Kansberekening. Shinies. Ik bedoel, er zijn zoveel Pokémon tegengekomen in de serie. Het is eigenlijk best wel minder dat we nog geen Shiny tegen zijn gekomen. Nou, de kans dat je Shiny tegenkomt is ongeveer, als ik me niet vergis, 1 op 16.000. Het ligt ergens daar in de buurt, dus niet precies 16.000. Ergens rond de 1 op 16.000. Je moet dus bedenken. Je weet als de kans dat je bijvoorbeeld 6 gooit met een dobbelsteen, hè? Is 1 op 6. De kans dat je 2 keer achter elkaar 6 gooit, is daarom 1 op 6 maal 1 op 6 is 1 op 36. Die 1 is 1 maal 1 is 1. 6 maal 6 is 36. Zo kun je dat ook doen voor shinies. De kans dat je dus 2 shinies achter elkaar tegenkomt, is 16.000. Maal 16.000, dat is, en dat dan in een breuk dus, zeg maar. In een breuk, en dan doe je dat een keer 100, dan heb je een percentage. Dat is een kans van 1 op iets van 10 miljoen, als het niet meer is. Iets meer dan 10 miljoen. Dat vond ik leuk. Er moet ooit een keer in de Pokémon geschiedenis geweest zijn, iemand die een shiny ving. In de bosjes, en naar Pokémon Centrum liep, want hij werd naar de box geteleporteerd. En dat even gaan we shiny bekijken, en in dat proces nog een shiny tegenkwam. Het moet gebeurd zijn. Het kan haast niet anders. Dat is kansberekening voor jullie. Sorry. Sorry, dat is leuk. Net zoals... Ik had laatst iets gezien over kansberekening. Was op televisie, met wiskunde en bla 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 bla. Er was dan over... Er was een man. Die had ooit heel veel geld gewonnen met de kraslot. En van de hele arme man. En ja, dat zijn natuurlijk die mensen die krasloten kopen. Als je denkt van ja, vind ik gek dat ik geen geld heb als je het uitgeeft aan krasloten. Die had er heel veel geld gewonnen. En... What? What? Hoe? Dit is zo tof. Wat is de kans dat dit gebeurt? Wat is de fucking kans? Ik heb het over shinies en kansberekening. En dan kom ik een shiny tegen. Hoe? Ik ben nog nooit legit een shiny. Dit is de eerste keer dat ik legit een shiny tegenkom. Ik ben in extase. Laat me alsjeblieft zeggen dat false swipe werkt. Het werkt niet. Ik dacht dat dit... Nee, dit is kut. Dit is kut. Oh my god. Oh my god. Oh, dit is eventjes een fanboy momentje hoor. Shiny Bennett. Gewoon even tweeten. Ik moet even tweeten nu, jongens. Dit is mijn fanboy moment. Tegen. Wauw. Nou, oké, we gaan weer verder. Wauw. Dat is zo fucking toevallig. Ik bedoel, de hele serie heb ik misschien 3 keer het 1 op 16.000, bla 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 bla. Nu is het enige probleem, we moeten die bitch nog gaan vangen. Ik ga je sowieso geen pijn doen. Ik kan altijd een masterbal gooien, maar ik denk dat als ik gewoon een paar ultraballs gooi, dan zit hij er wel in. Oh! Fucking cool. Ik ben echt tevreden hiermee. Ik ben alleen bang dat deze Pokémon gekke moves hebben door die wegrent ofzo. Ik gooi al eerst even Satan erop en paralyze ik je, dan vang ik je sowieso makkelijk, hè. Ik heb jammer genoeg net spuitpoep of kutkind weggedaan. Dus ik heb alleen Pornhub van level 12. Dat wordt wel risky hoor om daarmee te vangen. Ik gooi liever gewoon een paar extra ultraballs.
Nou ja, volgende, binnenkort zijn we natuurlijk klaar met deze serie. Dan krijgen we de Shiny Randomizer. Dan is het een stukje minder interessant. Dan is iedere Pokémon de Shiny. Maar we hebben de Shiny gevangen. Super tof. Echt super tof. Nou, een Shiny Benet. Ik noem je Loterij. Ik noem je Lucky. Ja, dat vind ik een mooie naam. Lucky Picky. Lucky Penis. Nou ja, wat ik wilde vertellen. Die man, die had dus heel veel geld gewonnen met de kraslot. Het ging over what are the odds, weet je wel. Dus heel veel geld gewonnen met de kraslot. Nee, ik wou hem niet gewoon alleen Lucky noemen. Had heel veel geld gewonnen met de kraslot. En hij moest voor de televisie opnieuw laten zien hoe hij dat deed. Dus hij zei, koop even een kraslot en doe even alsof je gewonnen hebt. En hij kocht dus een kraslot, krast het open om te doen alsof hij gewonnen had. En toen had hij weer gewonnen. Hij zei van, I just won 250.000. Dat 250.000 euro. En toen zei hij, alsjeblieft stop met filmen. En dat is precies zoiets. Wat is de kans dat wanneer je nadoet hoe je de loterij wint, dat je gewoon weer de loterij wint? Ik weet het niet. Oh, ik ben echt super blij. Puur door een shiny op een randomizer. Als het op mijn normale Game Boy was het veel cooler geweest. Zo daar niet van. Als je op een Game Boy een shiny tegenkomt, is het veel echter en zo. Maar hey, wij willen niet klagen. We zijn een shiny tegengekomen tijdens opnames. Dat vind ik super cool. Daar is een milk tankie, ja. Ik wou eigenlijk die vrouw vangen natuurlijk. Die wou ik webcam sletje noemen. Daarom waren we hier. We waren hier voor webcam sletje. Webcam sletje. Ik wil grow van. Ik wil webcam slet. Ik wil webcam. Ik heb een shiny. Fucking tof. Maar ik wil nog steeds waar ik voor gekomen ben. Ik vind eigenlijk deze Benet meer shiny. Alhoewel die blauwe is wel cool. Nooit geweten hoe shiny Benet eruit zag tot net. Ik weet niet van heel veel Pokémon hoe ze er shiny uitzien hoor. Je merkt vaak het verschil wel. Zoals bij shiny Benet. Je merkt het wel. Dat is wel gewoon hippe shit. Ja, dat is gewoon hippe shit. Oké, nou, in ieder geval een beetje zo, de kanten op. Maar kijk, een shiny op de computer, zoals ik speel dus de game op een emulator, maakt het een stuk minder cool. Want ik kan zo cheats aanzetten waardoor ik zelf een shiny Benet inspawn. Terwijl op de Game Boy, een shiny Benet is een shiny Benet. Er zijn gasten die allemaal, zelfs op de DS en zo, vind ik ze ook minder speciaal. Waarom? Op de DS zijn er zat gasten die hem gehackt hebben en die kunnen zo zelf een shiny inspannen en dan gaan traden en dan heb je ook een shiny. Zo, op games als Pokémon en Pokémon... hoi. Op Pokémon Leaf Green, voor de Game Boy, is het bijna onmogelijk om shinies in te spannen. Dus iedere shiny is echt, tussen aanhalingstekens, weet je. En daarom vind ik, dit is dus nog heel cool hoor. Ik ben er heel tevreden mee, maar het was veel cooler als ik hem op de daadwerkelijke Game Boy had. Maar ja, whatever. Ik zoek nog steeds webcam slet. Waar ben je? Je zat eerst hier in de hoek en zo, lekker te webcam sletten en toen wou ik je zoeken en jee. Ik ben nog steeds achter die Jigglypuff aan, ik moet nog zoveel doen deze aflevering. La 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 la. Ja, ik kan het ook hier bij laten, weet je. De aflevering is even leuk. Ik heb een shiny gevangen en zo. En vertelt een vakantierekening. Een vet interessant verhaal. Waar is mijn slet? Waar is mijn slet? Milktank, nee. Ik had me trouwens wel tegen dat de Jigglypuff hier totaal niet zit. Maar ik weet wel dat hij erachter zit. Hahaha, hij zit achter het bos. Achter het bos is namelijk gewoon nog meer pad. En daar zit hij ergens, die bitch. Echt, jullie zagen het ook. We kwamen hier een keer een webcam slet tegen, toch? Ja, ze zit hier ook gewoon. Want toen ik hier eerder was, was dit er ook gewoon. En nu werd kansrekening opeens flink tegen me. De kans dat ik die Pokémon niet tegenkom na 100 verschillende Pokémon is ook heel klein. Namelijk. Misschien geen 1 op 16.000 klein. Maar wel klein. Nou, dat is één Pokémon dood. Dat is fucking 2 dood. Ga dood! Ik zei dat is fucking 2 dood, maar hij was nog niet dood. Dat was wel... Huh? Wat doet hij? Dat is heel raar. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar die gast die had best wel veel HP voor een lange tijd. En dat vind ik knap van hem. Yay, alles dood. Doei. Fuck jou, vriend. Ik wil mijn date. Waar is mijn date? Waar is mijn maasie? Waar is mijn... Serieus, ik begin opeens te denken, kwam ik die Pokémon hier wel tegen? Ja toch? Ja toch? Ik ben ondertussen wel een beetje klaar mee, dat kan ik je al vertellen. Ik heb geen zin om 10 minuten lang naar een Pokémon te zoeken die ik puur wil vangen, zodat ik er webcams led kan doen. Ik bedoel, humor is leuk en zo. En dit soort grapjes vind ik leuk om te doen. Om er nou 10 minuten van mijn tijd in te steken. Maar ja, anders had ik geen shiny Benet. Dus dat is voorbestemd zo. Dat wel. Ze zat echt hier, toch? Ze zat echt hier. Ik weet het zeker. Ik ga mijn poker... Ja, daar is ze. Daar is ze. Ik dacht al. Ik begon echt aan mezelf te twijfelen, joh. Niet normaal. Voor mij is het weer zo'n typische Pokémon die zichzelf kan healen. Maakt niet uit. Gooi die Ultra Ball. Finish her. Echt waar. Ga er maar gewoon in. Nee! Welk deel... Maar ga er nou maar gewoon in. Dat is het deel waar jij denkt... Nou! Nee! Dan ben ik echt teleurgesteld. Ik ben niet teleurgesteld, want ik heb een shiny Benet. Niks kan meer kapot.
Alles kan kapot. Alleen dan is het nog steeds een beetje heel. En ik heb een shiny benet. Bitch. Dam. 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 Klik. Oh, wat leuk. Ik wou je zo graag. Puur zodat je deze vieze naam kon geven. Webcam slat. Webcam slat. Slatje voor de webcam. Webcam slat. Oh, ik heb nog een vet leuk verhaal over webcam slatjes. Maar dat bewaar ik voor de... Ik begin hier gewoon. Dan sluit ik nu af. En dan begin ik meteen de volgende aflevering met het verhaal over webcam slatjes. Dat is een heel goed idee. Misschien is het niet het beste idee, kijker. Maar geloof me, het verhaal is het waard. Nu moet je wel terugkomen. Snap je? Snap je het? Cool. Dan sluit ik nu af en dan kom je de volgende aflevering terug en dan is alles weer leuk, oké? Okay? Deel deze video met iedereen! Iedereen! Gooi hem op het internet, knip een stukje los. Boy flips about getting a shiny Pokémon. Zet me op 9gag. Zet me op Dumpert. Zet me erop. Knip me eruit. Dankjewel! Dankjewel! Woo! Doei!